Een schnitzel en patat. Afhaal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En is dit, hoop ik, de schnitzel. Dit is de patat. Beginnen we met de patat. Ja, dus dit zout op, maar niet te veel. Het smaakt echt best wel lekker. Die bite. Die is echt super. Het is melig, maar niet te melig. En je proeft dat ze niet hebben bezuinigd op de kwaliteit van de patat. Friet. Lekker man. Nee, echt. Aan degene die me dit heeft aangeraden, nu alvast dankjewel, want de patat is heerlijk. Hij staat voor mij nu al op nummer 1 van alle patat die ik ooit gegeten heb. De schnitzel. Ja, ik vroeg om big en... Nou. Nope. Volgens mij is het een soort landkaart. Jeutje van een Yukon. Jezus Christus, wat een unit van een schnitzel is dit. Kijk nou, wat een joekel! Holy shit, maat! Oké. Neem vanaf schnitzel. Zo de knetters. Dit is echt... Verdorie. Dit is echt de lekkerste schnitzel die ik ooit heb gegeten. Het is een beetje gek om het met je blote handen te eten. Maar kwaliteit van de schnitzel is er niet minder om.